ben eigenlijk begonnen met boksen zo'n 4 jaar geleden. Hè. Toen ik zo 4, 5 jaar geleden, toen ik zo 17, 18 jaar was. Dat is op het moment dat ik ook alles kwijt was. Mijn beste maat was gestorven. Mijn bommen zijn ook gestorven. Daar is ook eigenlijk veel te maken met agressie gewoon. Ik heb 11 jaar gewoon in gezin gewoond. Met mijn broer, zus en nog een andere broer. Dan zijn mijn ouders gescheiden. Dan ben ik mijn moeder alleen gekomen te staan. En dat was sindsdien is eigenlijk heel veel verhuizen, veel verandering. Vriendjes van mijn moeder, die dan uiteindelijk terug een stiefvader, die een alcoholist was. En dan met al de gevolgen die daarbij horen natuurlijk. Veel agressie, veel ruzie. Soms tot vechten toe. Op een gegeven moment was dat zo erg dat ik er niks meer kon schelen. En dat bij het minste spanning dat ik op de vuist ging. En dat ging van kwaad naar erger. En dan ben ik binnen boksen en dan stilletjes aan is dat weggegaan. En heb ik ook leren wegwandelen. In discussies bijvoorbeeld, wat ik vroeger zou op de vuist ingaan, zou ik nu zijn weggewendeld omdat ik voelde van het is het niet meer waard en het is niet de uitdaging daarvoor. Het triggerde mij niet meer. Ik voelde er geen uitdaging of weet ik wel. Of ik voelde ook niet dat ik mij moest bewijzen. Als ik mij wou bewijzen, dan deed ik dat wel op training tegen jongens die mij ook konden pijn doen. Dus daar is dat stukje aan weggegaan. Ik denk, de boks heeft mij sowieso al veel gegeven. Als ik terugkijk, heeft een bokssport mij al zoveel gegeven. Die heeft mij eigenlijk gered op het moment dat ik verloren was. Dat ik mezelf kwijt was. En dat ik op punt om een keuze te maken of leven op straat of iets anders. En ik heb iets anders gekozen, maar dat is dankzij een boks ook. Ik denk dat ik sowieso een natuurlijke kracht heb. Vanaf het begin al, denk ik. Ik bedoel, vroeger kon ik niet wandelen vanaf mijn 2 jaar. Ik zou zo gezegd niet kunnen fietsen, kunnen lopen. Nog veel andere dingen niet. Ik doe dat wel. Ik ken dat wel. Ik wil nog zeker wedstrijden vechten. Ten eerste dat voor mezelf, maar ik wil ook naar andere mensen toe dat bewijzen van ondanks alles dat wel gaat. En ben ik ook in de boks voorbereid. Ik denk dat ik gewoon mensen wil helpen en mensen wil leren. Mensen wil laten proeven aan een boksport. Ook een beetje terug doen wat de sport voor mij heeft gedaan. En mensen daarmee helpen. En laten zien dat iedereen dat kan. Op termijn ook jongeren gewoon begeleiden. En op termijn misschien wel jongeren van de straat ook halen. En via de boksport in begeleiden naar een beter leven toe. Ik denk dat dat voornaamste doel is in de boks. Wat mij het meeste gelukkig zou zijn, is denk ik als ik later terugkijk op mijn leven, dat ik weet dat ik alles heb gegeven van mezelf. Dat ik alles heb gegeven en dat ik geen spijt moet hebben van iets. En dat ik mensen heb behandeld met altijd de beste intenties. En dat ik het maximum uit mijn leven heb gehaald. En dat ik ook veel meer heb teruggegeven dan wat ik heb gekregen. En als dat lukt, dan ben ik een heel gelukkige persoon, denk ik. Ik vond het heel interessant. Als je mijn leven kunt uitbeelden in foto's en alles rond, als mensen het kunnen vatten, als je een tentoonstelling gaat en zegt van hey, ik wist dat niet van Stefan, of ik wist dat niet van Stefan, hè, dan vind ik dat heel knap dat je dat in foto's kunt verwerken, denk ik. Dat is ook iets dat ik op die moment ook nodig had, denk ik. Op dat punt in mijn leven ook gewoon. In die periode zeker en vast. Iets positief. Toen alles rond mij negatief was. En dat was heel belangrijk, denk ik. Dus dank u daarvoor.